Goedenavond. Vanavond richt ik me even tot onze young adult groep. We missen jullie. Enorm. Al jullie enthousiaste bezoekjes, al het praten wat we doen over de boeken, al het samen wachten op nieuwe boeken die gaan verschijnen. Zoals nu ook, de hongerspelen. Deel 4 is een aantocht. Een mooie prequel als aansluiting op de mooie reeks de hongerspelen. Vandaar ook dat er nu een nieuwe uitgave is. Deel 1, de hongerspelen, €7,50. Deel 2 en deel 3, €9,99. En jongens, kunnen jullie net als mij niet wachten op het nieuwe deel? Bestel het nu voor, staat het erop, 19 mei. Dus voor 18 mei liefst. Dan krijgen jullie de hardcover uitgave voor €20,99 in plaats van €24,99. Om even in de stemming te komen, lees ik een klein stukje voor. Heerlijk, Katniss. Als ik wakker word, is de andere kant van het bed koud. Mijn vingers strekken zich uit, op zoek naar Prim's warmte. Maar ze vinden alleen de ruwe canvasovertrek van het matras. Ze heeft vast naar gedroomd en is bij mijn moeder in bed gekropen. Ja, natuurlijk. Vandaag is de dag van de boete. Ik duw mezelf op één elleboog overeind. Er is genoeg licht in de slaapkamer om hen te kunnen zien. Mijn kleine zusje, Prim, ligt opgekruld op haar zij tegen mijn moeder aangenesteld, hun wangen tegen elkaar gedrukt. In haar slaap lijkt mijn moeder jonger. Nog steeds vermoeid, maar niet meer zo uitgeput. Prims gezichtje is zo fris als een regendruppel, zo lieflijk als een sleutelbloem. De Primrose, waar ze naar is vernoemd. Mijn moeder was vroeger ook heel erg mooi. Dat zegt men tenminste. Bij Prims knieën houdt de lelijkste kat ter wereld de wacht over haar. Een platgeslagen neus, een half oor, ogen in de kleur van een rottende pompoen. Hij haat me, vertrouwt me niet in elk geval. Ook al is het alweer jaren geleden, volgens mij weet hij nog steeds hoe ik heb geprobeerd hem in een emmer te verdrinken toen Prim hem mee naar huis had genomen. Vel over been. Zijn buik opgezwollen van de wormen, zwart van de vlooien. Ik zat absoluut niet te wachten op nog een hongerige maag. Maar Prim smeekte zo wanhopig, huilde zelfs, dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen om hem het huis uit te schoppen. Het heeft allemaal goed uitgepakt. Mijn moeder kreeg alle parasieten weg en hij bleek een geboren muizenjager. Vangt zelfs af en toe een rat. Soms geef ik boterbloem, zo heet hij, de ingewanden van een beest dat ik schoonmaak. En nu blaast hij in ieder geval niet meer naar mij. Ingewanden. Geen geblaas. Verder dan dat zal onze liefde niet gaan. Uit de hongerspelen deel 1.